missie. Ja. Die keer gooi 1. 1. Mooi. Hij gooit 1. Monies voor Milandro! Dat is ook een 1. Zo kan je het ook zien, niemand landt zo meteen op jou, dus... Dat is waar. Zo meteen even 2 gooien, 2 of 4 of zo. Nope. Strikt het random, oké. Okay. Mijne. Zeker als ik dan lang moet zo. Maar weet je wat kut is? Dan kan ik weer die van Jessica niet kopen. Volgens mij kan ik nog een Monopoly aan haar verkopen. Ja, nee. Een mini ga mee. Around the blocks. Around the blocks, around the blocks. Nee. 2,50? Zoiets, ja. Ja, 2,50. Nou ja, prima. Oké. Als je me niet maar in rij gaat zo. Mm-hmm. Oké, mag nog een keer gooien. Oké. Maar dan is de vraag, gaat hij zo meteen weer een rondje lopen als je mij landt? Probably. Nou, komt goed weg. Nou, mooi. Die is op 32. Die is 28. Die kopen. Mag ik er nou uit? Ja, 2. Game zegt nee. Weer Jan Ballon betalen. Ik zat wel iedere keer in mijn achterhoofd, misschien is het beter om zo meteen te kopen, maar ja, aan de andere kant zie ik zo van, ja, is het eerlijk gezegd ook aan de ene kant niet waard. Drie. Aan de ene kant is, ik zie de humor er ook gewoon in. Van, nee, ja, sorry. Die kant mag je niet op. 5. Kijk. Alleen kloot voor die keer alleen. 3. 5, weet niet. Mag ik een warp? Ja, ik heb ready cash. Nou, dat is niet de ergste. Oké, okay, gooi 1. Oh. Ah, dat is zuur. Mm-hmm. Ik bedoel, die 4,75 is leuk, maar... Spruce time. Ja. Ja, ik ga toch weer... Ik ga deze spruce, want elke keer is het gezeik. Yo, ik had daarin moeten investeren. Ja, maar soms even kijken welke stocks doe je het. En nu zijn het hele dure stocks. Mm-hmm. Mijn stok te verkopen op de plant. Mm-hmm. En ik ben eruit. Je hebt gewerpt. En weet je wat nou het allermooiste zou zijn? Als ik zo meteen 5 gooi. Ja. En dan ga je hem overkopen. Hoop. 100%. Nee. Nou, ik toch even zelf niet naar de bank. Dus. Oh ja, oké. Dat snap ik. Nou, als ze dan zo 3 gooien, ben ik erg blij. Mm-hmm.
Laten we dat maar niet doen, hè? Nee. Ze staat toch dichtbij jou, ja. Dus laten we dat maar niet doen. Toch, ik moet daar zo meteen betalen, dat is sowieso kloten. Is op zich een goeie. Zouden ze, als ze aan het einde van de game zijn, hebben ze de target amount gehaald, alsnog dat ding mijden? Wellicht. Oké. Okay. Jessica, ik doe nog één keer vriendelijk. De Force Bio prijs. Jezus. Vijf. Oh, vier, dat is geen vijf. Ik doe het nu gewoon puur out of spite. Nee. Ik heb ook geen stocks in of wat dan ook, maar... 1. 3. 5. Ah, oh, dat is de pipe. Ja. Ik hoop dat hij zo 3 gooit en dat hij weer echt voorgaat. Mm. Nee, ik ben eerder aan de beurt, dus voor hetzelfde geld kan ik er even op over. Ja. Nou, boosten. Ja. Why not? Geld heb je zat. En zo zie ik het ook, als ze mij meiden, moeten ze naar jou toe. Mm-hmm. Oh nee. 1. Wordt me gewoon niet gegund, hè? Dat is, die stomme shop wordt me niet gegund. Ik heb nog nooit level 7 gezien. Vaak ben je klaar met level 5 of level 6. Ja, maar dit potje duurt al 1,5 uur, hè? Ja. Dit is gewoon een spannend potje. Ik vind het een leuk potje. Sterf. Je haat ons echt. Nee, ik haat Jessica voornamelijk, maar die wil niet op mijn landen. En daar zit dus de nuance. Ja. Yeah. Oh, please, DK, koop hem over. Kijk eens de pop-up, hè. Zoveel ready cash, maar niet de pop-up. Ja, zoet, hè. Mogelijk. Oh, 100 gold betalen kan je weer investeren in je eigen shops. Oh, ja, maar je ready cash gaat niet over de 100. Ja, nee. Ik vind hem volledig terecht, man. Kijk. En langzaam maar zeker ben je er ook, hè? Mm-hmm. Oh. Ja, die heeft de pijp. Nee, dat is de gele. Dat is haar eigen pijp. Oh. Wat een gepijp weer. Mm-hmm. Kan zo goed, hè? Nee, 2. Oh nee, nu gaat hij de bok. Nee, kan niet. Kijk, die 2200 zit eronder. We blokkeren gewoon de bank voor de mensen. Fuck hun. Is het increase? Nee, dat was decrease. Ja. Wauw, wat een lul. Mm-hmm. Maar dat betaal ik wel. Ja. Ik ben niet de moeilijkste. Als het zometeen bijna beslist is en iemand gaat failliet, nee, dan gooi ik zometeen allemaal geld erin. Kijken wat Jessica wel accepteert. Nee. To get all suit, roll and lose all your suits. Opnieuw, dat is letterlijk... Oh, oké. Okay. 1/6 kans, dus ik krijg het voor elkaar. 1. 4. Oh, dat is ook goed.
Hij heeft de Reddy Cash ervoor ook nog. Jij hebt de klaver nodig, hè? Ja, maar dan kom ik wel op het maandje. Ja, ik zou doorlopen. Ja. Wanna spruce things up. Ja, maar blijf maar gewoon spruzen. Daar kan je geen capital in stoppen. Ah, oh, dat is sad. Die zit aan de max. Die niet en die ook niet. Die niet. Maar die nog wel. Geen dat die 950 maximaal heeft. Ja, dat is gewoon zo eentje die heel goedkoop was waarschijnlijk. Ja. Nou, pop maar. Hier heb ik ook nog stocks in zitten, dus worden stocks alleen maar meer waard. Mm-hmm. En zoveel stocks heeft Jessica er niet meer in zitten, nee. Dus dat is helemaal mooi. Domme. Mijn pipe? Ja. Zo wat wel, ja. Oh. Aha. Normaal gaan de mensen om de pijp heen, ja. Maar oké. Okay. Maar ja, ze is alles zoets kwijt, hè? Dus. Ja, dus dan is deze lijn helemaal niet erg om te zijn. Nee. 1. 4 is geen 1. Oh nee, je hebt zoveel shops. Dat is echt treurig. Nogal. 1. En gaat ook mooi met ons de pijp in. Ja. Dat is mooi, want als ik straks een totaal heb wat ik nodig heb, dan kan ik mooi met mijn ballon naar de bank. Pijp in, pijp uit. Vraagje, hè? Antwoord. Als ik mijn target amount haal door promotie, heb je dan meteen gewonnen? Of nee, dan moet je alsnog naar de bank toe. Ja, dat is een beetje het kloten. Ja, dat is een gele, dat is niet van mij. Nee. Ze gaat de oranje in en komt de gele uit. Ja. Nu gaat hij de pijp in. Ging hij de pijp maar uit? Bijna wel, ja. Ik ben zo. 1. Nee, ja, toen had je alles. Nee, maar dat was ook een probleem met je soms met promotie van. Oh ja, ik kan hem hebben. Nope. Nee. Oef. Dit is. 59. Ja, ik had die op de andere kunnen landen en jou de win kunnen geven, maar ik wil die laatste shop hebben. Ja. Oh, mij maakt het nu niet uit of ik verlies of win. Ook kost het je alles. Het gaat me om die fucking shop. Puur out of spite wil ik die shop. Ik snap haar alleen niet waarom ze iedere keer die kant op gaat. Hé, hey, hij heeft trouwens in mijn rij gezet. Of? Ja, hij heeft ook in mijn rij gezet, dus ja. Ja, prima joh. Nou, maar je bent er ook al bijna, hè? Mm-hmm. Zo, op deze manier niet natuurlijk. Daar gaan we. Straks weer Jessica door dit. Kijk, ik kan niet zo heel veel. Mijn maximum is 3407. Dat is mijn maximum. En je hebt al een keer 5 geboden, toen deed het niet. Ja. Het is gewoon heel gek. I wanna spruce things up. And there ain't no stop. I wanna spruce things up. Pretty much, ja. Yeah. Lul. Ach, er hoeft maar iemand op jou te landen en je hebt gewonnen. Zoals dit? Nee, ze had hem net. Ah, wat een kutwijf. Ja, aan beide kanten is een kutwijf. Ze wil niks verkopen en ze wil ook niet betalen. 2. Heel mooi. Alsnog gaat hij denk ik de bank ontwijken. Yep.
Iemand. Ja. Niet wel geld. Oh, blijkbaar heb je. Het probleem is ook niet mijn geld, het probleem is gewoon dat die Tula dat gewoon niet wil verkopen. Maar hier is het ding, ik ben ook zo sportief, als ik heel erg bij je ben, dan verkoop ik wat dingen aan jij dat jij erin hebt. Ja, dat zou nog wat zijn, dat ze weer die andere gaat spoezen. Ja, ze komt dichtbij, maar... Nou, Donkey, kom op mij alsjeblieft. 1 of 2. 5. Net degene die ik niet heb gespoest. Maar opnieuw, als hij 2 gooit, dan ontwijkt hij toch dat ding. Nee, niet. Ja, ik zou zeggen, maak gewoon je rij af. Worp. Mooi. Non-venture, non-zoet. Mag de bank? Heb je niks aan. Want dan krijg je wel een promotie, maar dan moet je alsnog... Dan krijg ik wel een hele hoop geld. Ja, ik zou... Ik kan ook op mezelf en dan gewoon in eentje pompen waar ik dingen in heb, zeg maar. Ja. En daardoor... Winnen. Mm-hmm. Ja. Net niet, hè? Nee, je moet inderdaad nog wel een stuk. Ze willen ook gewoon niet dat ik daar op land om te kopen. Ik zie al hoe het is. Nou, iemand, kom op mij. Dat is op mij. Is niet genoeg. Nee. Ja, hij kan de promotie pakken. Daar heeft hij lang op gewacht. Ja, hij heeft ook de hele tijd mee al voor ons weken. Ja, prima joh. Dan heb je ervan gehoord. Hey. Shop is gewoon dicht. Ik kan ook mezelf weer komen. Doe maar. Ja. Nou, dan heb ik de target aan maand, alleen moet nog wel ver lopen. Begint een mooie muziek weer. Nee, je kan steeds minder bieden dan dat je de vorige keer. Ja, dat is gewoon kloot aan deze. Ik haat haar gewoon zo erg, hè. Ik haat haar gewoon zo erg. Het is zo ongelooflijk leuk. En ik krijg het op de pijp in. Ik hoop dat ze gewoon ergens om te crasht en dat we die dingen kunnen auctionen. Wel de juiste pijp. Oh, Donkey gaat ook de pijp in.
Ja. Warp. Warp. Mm. Zou wel de mooiste zijn nu. Nee. Ik zou het ook niet doen. Erin en eruit. Nou Jessica, 1 of 2. Dat is geen 1 of 2. Dan moet jij maar 1 of 2. Nee, ik ben bij de target amount, dus het enige wat jij moet doen is wel gooien. Ja, dat snap ik, maar ja. Een buffer is altijd lekker. Ik denk dat het nu wel leuk is. Ik denk het ook. Maar ik ben nog niet, ik kan nog steeds weer één gooien hierna. Ik zit alleen nu wel te twijfelen welke ik meer raad, Dragonlord of Jessica. Volgende potje is met Dragonlord en Jessica. Doe maar de finale. Yeah. Zou het toepasselijker zijn. Zij komt ook aardig dicht in de buurt met haar. Oh, DK wil je nog graag helpen. Ja, fijn, DK. Heel sportief, DK. Kijk, dat is niet te veel. Degene waar je op staat. Oh ja, ik dacht van, never mind. He do be spruising. Niemand heeft er ook. Nope. Heb jij überhaupt nog stops? Nee, ik heb alles met alles kwijt. Mac, wel de geld. Van Jessica. Ja, nou, ik heb liever dat Sam in 3 gooit. Nee. Nee, dat is jonger dan die wel. Ook dit nog. Ik kan ook promotie nog halen, hè? Mm-hmm. Gooit u 1 of 3. Moeten ze elke beurt zeggen dat ik het kan halen? Ja. Kan halen? Warp? Nee, niet misschien. Nee. Is dat ook te schoppen? Ja. Het is al wat volgeprogrammeerd, yeah. Is, hè? Want fuck hun. Fuck hun, echt. 3. Kaboom. Zou nog heel even een promotie meenemen? Ja. Ik heb liever dat ze struikelt. Ik kom ook aardig in de buurt. Nee, dit wordt een beetje eng. Nee, je bent er bijna, dus. Mm-hmm. Dat is er ook. 1. Je zou denken dat het kruispunt veel oplevert, maar eigenlijk niet. Maar dat komt ook omdat je kan kiezen om daar niet langs te gaan en dat je gewoon een extra randje doet, zeg maar. Mm-hmm. Yep. Oh, dit is een zoete zelf. Ja. Kaboom. Kabooming. Nou. Ook weer op de Cursed Commission Box. Yeah. Zal ik nog wat één gooien zo?
Moet dit? Ja, dit moet nog. Level 8, for fuck's sake. Dat toepasselijk. Ja, gooi ik nog even één. Als je er helemaal niks aan hebt. Jessica die komt op een warpkaart en heeft ze gewonnen. Ja. Wedden? 100%. Als dit als er 2 gooit? Ah, nee. Gelukkig. Oh, dat had ik echt heel boos geworden als dat het gebeurt hoor. Dan ben ik echt heel boos geworden. Ja joh, ga lekker sproezen. Heeft ook nog zin. Ja. Gewoon 4 afleveringen voor dit deze bord. 1. Mag promotie? Nee? Okay. Nee, als je promotie had gekregen was je 2500, ja. 25.000 geweest. Niet zeuren, Donkey Kong. Wat jij hebt gedaan is onlogisch en Jessica schop ik nog van de trofee af. Echt hoor. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En de volgende keer gaan we weer zo'n coole board doen. Tot de volgende keer. Adios, amigos.